de weg naar 18 minuten. En Q1, we gaan van 20 naar 15 in de komende 18 minuten. Het is haast om erbij te zijn hier op Zandvoort. Het was Sharon Leclerc die vanochtend snelste was in de laatste en beslissende vrije training met 1:11:632 als referentietijd naar deze kwalificatie toe. Russell tweede, Verstappen derde, Sainz vierde, Hamilton vijfde, Perez zesde, Alonso zevende, achtste, Vettel negende, Schumacher Norris tiende, elfde, Magnussen, Stroll, Ocon, Gasly, Tsunoda, Ricardo, Bottas, Daniel Charles en Latifi. Dat was de ranking van vanochtend. Onderweg is Kevin Magnussen. Nick Schumacher onderweg. De dans is cold. De dans staat de pole position voor deze 36e Dutch Grand Prix. En de 0-0. En de 15e wedstrijd in het wereldkampioenschap 2022. Tsunoda and Nicola Latifi on the circuit. Also Pierre Gasly as well is out there as well. So we have 18 minutes of Q1, and at the end of 18 minutes we lose the slowest five. We lose the slowest five drivers at the end of Q1, and then we have a gap before we go into Q2. Basically what all these drivers want to do is try and get through into Q2, and then snelste onderweg nu met de persoonlijke wedstrijd in de eerste sector richting die tweede sector.